Wij gaan vandaag van Miri naar... Nee. Opnieuw. Kut. We gaan vandaag van Penang naar Kuala Lumpur. En ik dacht, laat ik jullie een keer meenemen. Want misschien raakte mijn lieve zus dan wat minder in de war. Van waar we nou allemaal zijn. Grapje. Maar, dus dat. We gaan vliegen. We wouden eigenlijk met de trein. Ging niet door, want die zat vol. Toen dachten we misschien met de bus. Ging niet door, want ik las de recensies en dat was een 3 keer kut. Dus hebben we gisteren nog een ticket geboekt. En nu gaan we straks vliegen. Naar KL. Lekker snel. Zo kom je er wel. En we gaan over een kwartiertje hier uitchecken. Dus. Oké, even snel een kleine Tamagotchi update. Ze heet Veronica. En ze is al mega super groot. En ze poept. Kijk, nu is ze blij. En die Polaris is ook hartstikke groot. Helemaal cute. Kleine Flip. Flip en Veronica. Hallo, ik weet niet of jullie me kunnen verstaan. En nu gaan we op zoek naar eten. En we zijn natuurlijk weer eens veel te vroeg. We vliegen om 4:30, dus nu 1:30 of zo. Nou, wij zijn gaan zitten bij de Dunkin' Donuts. Want er was niks anders. Er was dus niks anders. Want voor de douane was het super druk bij de Mackey en zo. Toen dachten we, nou, we gaan er gewoon in. We hebben het gehad. Zie je, we gaan eten hier. Is de Starbucks is gesloten. Dan heb je alleen een van een cuptentje of de Dunkin' Donuts. Dus dat gaan we nu doen. Oh, en dan wou ik een latte. En dan hadden ze geen latte natuurlijk. Dus nu moet ik een liter zwarte koffie gaan drinken. IJsmelk tea is wel lekker hoor. Ah, lekker brood. Nou, ik heb chicken mayo. Dank je wel. Smakelijk. Oké, dus er is wat verwarring in het thuisfront ontstaan. Oh, dit is leuk. Want wij zijn nu op de 5e bestemming. En ik heb pas het filmpje geüpload van de 3e bestemming. Nu net. Dus ik loop 3 weken achter ongeveer. Dus oké, ik zal even vertellen waar we anders zijn geweest. We begonnen in Kuching. Toen kregen we Damai. Die hebben jullie gezien. Toen Miri. Die heb ik 2 filmpjes of zo van 3. En de eerste staat nu online. Nou ja, dit is dus al veel later. Maar oké, whatever. Toen zijn we in Langkawi geweest. Toen in Penang. En nu gaan we naar Kuala Lumpur. En dan zijn de eerste 2 maanden in Maleisië al hier voorbij. Ja. Zullen we een eerlijke recensie over Penang geven? Ja. Wat vind jij van Penang? Werk. Ja. Wow. Dat is te eerlijk. Nee, Penang was wel grappig. Het is druk. Hij heeft wel hele mooie dingen, leuke straatjes en geschiedenis en zo. Mm. Dat is allemaal best zichtbaar. Ik heb ongeveer 5 stoplichten voor voetgangers geteld. In een miljoenenstad in principe. Ja. Een eiland waar 1 miljoen mensen ongeveer wonen. Dus dat vind ik wat aan de lage kant. Ja, een beetje magertjes. En de wegen zijn ook gewoon best wel chaotisch.
Dus dat kan het wat vermoeiend maken om door de stad te bewegen, te voeten. Ja, en dan zou je denken, dan ga je toch wel even op de stoep. De haastrijk is er niet, dat pak je zo. Er is een soort van stoep. Maar die hebben de scooters allemaal in beslag genomen. En ze parkeren hun scooter niet gewoon netjes zo, dat er nog mensen langskomen. Maar gewoon bam, vol in de loop. Dus je moet de hele tijd op de autoweg lopen. Wat niet het meest relaxed is om te doen, want het is altijd druk met auto's. Ja. En ja, verder op zich afhankelijk van wat je zoekt, maar in een paar dagen heb je het wel gezien. Toch? Ja. Het is dat we Veronica en Flip daar hebben gekocht, geadopteerd. Dus ik zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben. Kijk, de kleine fan, hoe het met haar gaat. Oh, ze is ziek. Oh. Wat is ziek. Kijk. Maar mijn zus stelde dus voor, misschien moet ik een kaartje er even inzetten, dat je weet waar we zijn. Want ik chat of app natuurlijk heel veel met mijn familie. Dus die snappen het dan niet meer van, maar je bent nu toch daar. Maar ik zie het nu van 3 weken geleden. Dus dat ga ik wel proberen, maar het zal er niet heel cool uitzien. Gewoon een mooi teken. Ja. Door iets kan wel een teken. Ja. Nou ja, dus dat hè. Hé, mam, zus, tante, pa. Mama, die opgave. Is het met geluid? Ik ben 3 keer eerst. Maar het is niet eerlijk. Mijn bommen raken hem niet. Ze lukken. Fantastisch. Ik wil gewoon dat mijn bom jou raakt. Dan ben ik gewoon al blij. Ik kom niet eens te binnen. Er zit net zo'n reuzenteken op mijn tas in de ritssluiting, Sammy. En ik heb gegoogeld en het zag precies uit als zo'n reuzenteken. Maar hij is weg, want hij zat niet op mij. In ieder geval die niet. Maar nu ben ik helemaal panisch. Oh mijn god. Oh. Want ja, misschien was hij van de Grab guy of zo, dat hij daar honden heeft. Want ik snap niet hoe ik tussen het hotel en de airport een teken kan krijgen. Maar hij zit gelukkig niet op mij, maar misschien komen het teken wel met een vriendengroep of zo. Dus zit de rest op mij. Ga jij maar voor. Wij gaan vliegen. Doei, Pinnink. Ik hoop dat je een beefburger hebt gekregen, want dat is het gewoon een beefburger. Het kan anders niet zonder. Het kan niet zonder? Ja, ik weet niet. Zijn het beefburger? Ik weet niet. Oké, ik heb een Happy Meal. We zijn aangekomen en hebben veilig gemeld. Happy Meal. En het is een soort throwback van 40 jaar geleden, zei je. Dus al deze dingen. Maar niet alles is 40 jaar geleden, toch? Nee, maar de beste hits van 40 jaar. Wat vet, dus dat kan er allemaal tussen Furby, zitten. Space Jam, Furby, Tamagotchi. Oh my god. De aardappel. En hier zit het in. Ik ga het openmaken. Oh.
Het is zacht, het is zacht. Het is zacht. Ik kan dood zijn. Wat is dit? Weet ik niet. Beanie, beanie, baby, patty. Wat beanie babies? Het zijn Amerikaanse, dat was het. Deze ken ik niet. Maar wel cute. Maar ik had op zich wel een Furby gewild. Hello Kitty kon ook. Of een Hello Kitty? Of die Space Jam. Ja. Wat me ook heel vet geleek. Ja, of nog een Tamagotchi. Of een rolstaart. Maar een Tamagotchi komt ook, ja. Een echte? Ja, ik weet het dus niet. Of een plaatje zou ik hier de beste hebben. We zijn net aangekomen in het hotel. Flora. We zitten relatief dicht in de buurt van de Twin Towers. We hebben een raam. Dat is een luxe hier. Ja. In KL volgens mij. En het is best wel een oké kamertje. Helemaal modern en zo. Kijk maar. TV, volgens mij er stond dat je satelliet tv had. Een kluis en een koelkast, een dingetje voor je koffer. Oh, en een hele nette badkamer. Chill. Very nice. Ja, ja, ja. Nou. Ik vind het netjes. Kijk, Flora. Daar zitten we. Nou, nu ben ik klaar mee, want we hebben van 12 tot, wat is het nu? 8? Half 8. Half 8 zijn we onderweg geweest, terwijl we maar 1 uur gevlogen hebben. Ja. So this sucks. En nog 1,5 uur onderweg met Obi. Ja, langer met de auto dan met het vliegtuig. En duur. Moet ik ook even zeggen, al bij al, al met al met al. 15 euro. Ja, maar niet alleen de auto, maar nu moesten we ook nog... Bij boeking was dit hotel 224 euro. Bij afrekenen opeens 260 euro. En nu kwam er net nog 94 euro na ringen bij. Ja. Dus het valt mee, maar... Maar ja, we gaan zo wat eten nog en dan... Zijn we er wel? Dan kom ik er weer uit. Ja.